Zij heeft uiteindelijk een vijfde plaats gehaald, Claudia Zuurs. Ze was erg dicht bij Eremetaal. En wij kijken hier naar, inderdaad, de Belgische, de halve finale, Lomba tegen Gonzalez. De Belgische met de rode band om tegen het vechtjudo van Gonzalez, de Cubaanse. Lomba had de eerste ronde vrijgeloot en de tweede ronde won zij van de Spaanse Fernandez, die we zojuist zagen. Toen was Jessica Gal het slachtoffer van de dadendrang van de Belgische. En ook de Hongaarse Pellen moest er aan geloven en nu dan hier in de halve finale. En daar scoort de... Oh, dat is heel gevaarlijk. Daar gaat die ademklem in overstrekking. Ja hoor. Kort maar krachtig. Kijk eens hier. Maakt daar Gonzalez een einde aan aspiraties van onze zuiderbuur. Zonde, want Marisabel Lomba had een ontzettend goed toernooi gedraaid. En moet hier aftikken tegen Gonzalez. En dat betekent dat Gonzalez in de finale zit. Hier, naar het been. Pakken, vastleggen en neer. Daar wordt de eerste score gemaakt. En dan die arm over die rug gedraaid. Ze probeert nog door te draaien om er zo uit te komen. Maar er is geen ontsnappen meer aan. Kijk maar hier. Want die armoverstrekking, dat is te veel. Heel knap gedaan. Kijk, inzetten voor die worp. Dan het been pakken daardoor. Die balans verstrekken. En die arm die blijft er hangen. En dan, ja, dan kun je nog proberen eruit te draaien. Het enige wat Isabel kan doen is namelijk wegdraaien die kant op. En dan draait ze juist in die armoverstrekking. Einde verhaal.